fietsen die hier nog staan, die worden vanaf maandagmorgen worden die uit de rekken gehaald. Want dan worden de rekken ook afgebroken. En dan worden de fietsen verplaatst naar de Gambio. Daar worden ze dus weer geregistreerd. En dan kunnen de mensen bij de Gambio aan het fietsdepot vragen of hun fiets daar is. En dan tegen betaling weer terug kunnen krijgen. 15 euro. Voor de eigenaren van de 160 weesfietsen die weg zijn gehaald bij de fietsenstalling aan het Rijsterborgenpark bij het station, is er toch goed nieuws. Na de vele klachten heeft Gambio met de hand over het hart gestreken. In tegenstelling tot wat eerder werd aangegeven, kunnen de fietsen nog tot 22 december gratis bij het fietsendepot opgehaald worden, mits er aangetoond kan worden de eigenaar te zijn.